Ja, vrienden, deze video is gewoon alleen maar bestemd dat wij elkaar, jullie en ik, elkaar even bevestigen. Ja, in ons gevoel. Hè? Dat we in ieder geval met elkaar weer weten hoe het zit. Hè? Dat ik jullie even zo aankijk, zo. En dat we dan even met elkaar een knikje doen, zo van ja, we weten het, zo zit het, ja. En dan heb ik het natuurlijk over het tv-debat. Ja, de aankondiging daarvan. Hier, heb je hem gezien? Ja, dit was het, met linksom en rechtsom. Ja, bij de NPO, met Jeroen Pauw. En dan heb ik die Jeroen Pauw, die heb ik altijd wel aardig hoog zitten. Weet je wel, ja, Jeroen Pauw, denk ik, nou. Maar dat hij hier aan mee gaat doen. En dat hij natuurlijk ook wel beseft dat dit enorme onzin is. Een enorm toneelstukje. Want de VVD doet dan alleen mee aan het debat. En hier hebben we GroenLinks en de Partij voor de Arbeid. En dat is het. Die gaan het debat voeren. Niemand erbij. Is hij goed of niet? Ja, en die NPO, die laten keurig hun oortjes hangen. Zo, ja, naar Den Haag. Want oh, zo bang dat de politiek ingrijpt, weet je wel, in het bestel. Of er komen bezuinigingen, dat. Dus die doen keurig mee aan dit hele gebeuren. En dan die politieke partijen, hè, die dan denken Dat wij een beetje kiriwiet zijn. Hoe vind je die nou? Ja. Zien wij er nou zo achterlijk uit? Jullie en ik? Nee toch? Nee. Maar dat denken ze wel. Die enorme onderschatting. En die minachting voor de kiezer. Ja. Dus alleen al dat die partijen, die VVD en die GroenLinks en die Partij van de Arbeid dat hebben. Alleen dat al. Weet je wel. Dus daarom zou je niet op ze moeten stemmen. Maar zij denken dus dat we het niet doorhebben. Dat denken ze echt. Hoe is het dan mogelijk, hè? Dat wij niet weten dat zij al lang samenspelen. VVD en dat linkse blok, die spelen al lang samen. De hele tijd al in de Tweede Kamer. Die steunen elkaar. Ja, en dat gaan ze straks in de Eerste Kamer ook doen. En nu gaan ze een toneelstukje opvoeren voor de tv. Alsof ze het met elkaar oneens zijn. En ze hebben natuurlijk al lang dat helemaal doorgenomen. En precies elkaar verteld van jullie doen dit en wij zeggen dat. En dan hebben ze een geweldig podium helemaal op de NPO om keurig hun stellingen en hun programmaatjes naar voren te brengen. Nou. Want kijk, een echte discussie, een echt debat krijg je pas met weet ik veel, de BBB en het PVV en Ja 21 ten opzichte van GroenLinks en Partij van de Arbeid, ik noem maar wat. Zoiets. Dan zou je een, hè, of de coalitie, dan zou je een echt debat krijgen. Maar nu toch niet. Die lui gaan gewoon keurig, die spelen elkaar keurig het balletje toe. En zo blijft Rutte keurig aan de macht. En zo kan Knulletje Klaver aan de macht komen. Nou, en zo gaat dat spel zich allemaal afspelen, vrienden. En dan denken zij dus dat wij dit niet doorhebben. Dit is zo verschrikkelijk doorzichtig, vrienden. En waarschijnlijk hebben ze dat ook bedoeld met transparantie.